Ik ben Timon Baam, ik ben 19 jaar, student van Summa Techniek, niveau 3, allround verspaner. Voor mij betekent het woord verspanen dat ik materiaal weghaal van een product door middel van een frees of een ander soort gereedschap in een draaibank of in een freesbank. Met verspanen maken wij producten voor de luchtvaart, de automobiele industrie, ja, noem maar op eigenlijk. Wat je moet doen als verspaner is, je begint eigenlijk met een product te ontwerpen, zoals wij dat noemen. Je tekent het product uit, dan pak je een stuk materiaal en daar begin je dan vervolgens de bewerkingen op te doen die je op de tekening hebt gezet. Vervolgens ga ik het product maken, maten controleren en tot een mooi eindproduct komen. En dan is het product klaar. Voor mij is het vak zo gaaf omdat je met hele nauwkeurige toleranties werkt. Je werkt bijvoorbeeld tot een mu. Een mu wil zeggen een dertigste van je haardikte. Dus dat is wel een hele nauwkeurige tolerantie als je daarmee mag werken. En dat maakt het ook zo spannend en zo uitdagend om daar maar dichter bij die maat te komen. Wat het voor mij zo mooi maakt om in deze werkomgeving te werken is... Je hebt eigenlijk een heel schoon beroep, heb je. Je maakt een project van de grond tot het eind, maak je hem eigenlijk. Op een draaibank kun je eigenlijk indelen op moeilijke en makkelijke gebieden. Je kunt een as maken, vrij makkelijk product. Maar je kunt op een draaibank kun je ook een turbineschroef maken voor een vliegtuig. Dat is gewoon een redelijk gevorderd product. Als we naar een freesbank gaan kijken, dan heb je daar ook weer een makkelijk of een moeilijk product. Als we naar het makkelijk product kijken, dan hebben we gewoon een vierkant werkstuk of rechthoekig werkstuk. Als we dan verder gaan kijken naar een moeilijk product, dan hebben we bijvoorbeeld een motorblok van een auto. Dat kan ook gemaakt worden op een freesbank. Ik heb voor het vak verspanen gekozen omdat dat ik er echt passie voor het vak heb. Je maakt mooie producten, goed betaalde baan later, mooie toekomst. En zo ben ik eigenlijk een beetje ingerold in dit vak.